Pirouetten is echt mijn specialisme en de moeilijkheid aan pirouetten is dat het heel erg precisiewerk is. Het vraagt in de training vooral heel veel herhalingen om het echt stabiel te krijgen en om het echt heel erg goed te voelen wanneer je de goede pirouette in moet zetten en wanneer niet. Je hebt meerdere dingen waar je rekening mee moet houden. Dus de snelheid van draaien, maar ook de balans waarin je staat. Want je staat hoog op de tenen. En daarin moet je dus ook nog zorgen dat je heel erg rechtop bent. Dus niet naar voren valt of niet naar achter valt. Plus de snelheid is nogal belangrijk of ik hem heel goed gecontroleerd kan stoppen. En alles is bepalend hoe je de inzet maakt. Dus de inzet moet heel erg goed zijn. De weefspirouette is eigenlijk per toeval een beetje ontstaan, want ik deed altijd de anderhalve pirouette en de dubbele pirouette is toen eigenlijk in de training per ongeluk een keertje voorgekomen, omdat ik te hard de inzet maakte. En toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk ook best wel cool. En toen kwamen we er pas later achter dat nog nooit iemand het gedaan had. En nou ja, toen ging het balletje wel rollen, zeg maar, dat je dan ook echt je eigen element krijgt en dat probeert op een grote wedstrijd te doen. Dit is wel echt een beetje het maximale wat ik kan ook en wat er ook in mijn oefening past, zeg maar. Want je wil natuurlijk wel een goede balans hebben tussen de pirouette in je oefening, maar ook andere elementen en kuntjes. Even tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 rondjes zit het. Dat is niet normaal. 1 rondje is verplicht. Dus ik probeer nog wel een nieuwe combinatie toe te voegen. En het lijkt me wel echt super gaaf als uiteindelijk alles klopt in die mooie wedstrijd. Oh, die heb je wel toch? Oh.